Het Onze Vader, dat ons gegeven is door Jezus Christus, is dierbaar aan alle christenen. Voor velen zijn het hun laatste woorden geweest. Het gebed vat de kern van christelijke spiritualiteit samen. Het Onze Vader heeft het in zich om alle mensen met hun bron, met God als schepper, te verbinden en zo het vertrouwen van mensen in de toekomst te versterken. Het gebed oriënteert op de wil van God, die ten diepste liefde is, die liefde schenkt en die universele liefde tussen mensen wil bevorderen. Het gaat voorbij aan alles waardoor mensen van elkaar verwijderd raken en wat hen verdeelt. Het Onze Vader is een gebed dat verbinding tussen mensen uitdrukt. Mensen vormen ten diepste met elkaar een grote mensenfamilie van broeders en zusters die geroepen zijn om genereus liefhebbend met elkaar om te gaan. Tegelijkertijd geeft het Onze Vader spankracht. Het richt de blik op een toekomst van gerechtigheid en vrede, van barmhartigheid, vergeving en verzoening. Dit gebed was en is velen tot troost, die lijden onder oorlog, onderdrukking en ontheemding. Mag het een bron blijven van hoop op verlossing uit het kwaad van de oorlog en al zijn gevolgen. En laat ik daarom bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.